vandaag samen met Trashwind en Haagse Handen de start van de opruimestafette. Zijn met een hele groep mensen zijn we nu het strand aan het schoonmaken. En met een klein stukje lopen is mijn tas al zoveel gevuld. Dus mensen denken vaak dat er niet zoveel op het strand ligt. Maar als je echt gaat zoeken, kom je helaas toch best wel wat tegen. En ik hoop dat we vandaag het strand weer een stukje schoner kunnen achterlaten. En dat dat daarna zo blijft. Ik ben Ralf Groenheide van Trashwind. En we zijn met allerlei partijen weer op pad om onder het gebod van effectief gezellig zijn te zorgen dat onze speelomgeving schoner wordt dan dat we het hebben gevonden. Ik wil inzet voor de natuur en ik wil inderdaad wat hij net zei, dieren die doodgaan door plastic, dat vind ik echt het ergste wat er is. En ik heb nu tijd en energie om gewoon te helpen. Ja, en ik ga zeker nog veel vaker meedoen. Ik vind het een onwijs goed initiatief. Dus overal waar mensen lopen, langs de paden, daar scoor je heel goed. Hebben we gezien, want we waren net al hard bezig. Wil je lekker rondwarrelen, pak de gebieden ertussen. Ik ben Monique Vennes, ik ben projectleider Participatie en Schoon. En dan vinden we dit soort dingen. Dat verzamelen, omdat het anders allemaal in de zee komt en uiteindelijk in de buiken van de dieren, wat we allemaal niet willen. En dit is de opening van onze opruimestafette en we gaan starten in alle stadsdelen met een treasure hunt. De treasure hunt is een piratentrein waar kinderen schatten gaan zoeken in de hele stad. Dat zijn dus allemaal deze zwerfjes. We gaan opruimdagen houden in mei en in juni. En na de zomer herhaalt de cyclus zich weer. Weer een treasure hunt in alle stadsdelen en weer een opruimdag in alle stadsdelen. En tussendoor gebeurt er van alles in ieder stadsdeel. Rondom broodvoedseloverlast, hondenpoepoverlast, alle bijplaatsingen bij de ondergrondse containers. Dat ook, daar ergeren mensen zich aan, maar we krijgen ook heel veel last van ongedierte, wat we allemaal niet willen, ratten en muizen. En vervolgens zwerft dat ook allemaal weer door de straten, komt in het kanaal en uiteindelijk in de zee terecht. Dus daar verzinnen we allerlei acties rondom. Wil je meedoen? Op het strand kan je vanaf half juni met Treasure Hunt meedoen. Is er iedere dag een opruimactie. Voor kinderen vaak iets leuks aangekoppeld van een skateles of een knutselles of een muziekles. Kan je allemaal vrijwillig aan meedoen, kost helemaal niks. Hou de Facebook van hashtag opruimestafette in de gaten. Dit soort dingen. En plastic. En kurkjes. En touwtjes. En doppen van... Gewoon allemaal verschillende soorten dingen, maar vooral van plastic. Raar. Ik bedoel, je kunt het gewoon in een prullenbak gooien. Zo moeilijk is dat niet. En, maar ik denk, ik vind het nu al veel, maar ik denk dat het in de zomer alleen nog maar erger is. Ik heb kurken, ik heb plastic zakjes, ik heb papier, ik heb touwtjes, ik heb rietjes, ik heb kurken. Ja. Ik heb ook, en... ja, vooral plastic. Vooral plastic? Ja. Slecht. Want er gaan dieren van dood. En sowieso is het ook niet zo goed voor de mens zelf. Eerlijk gezegd was ik best wel geschrokken van hoeveel we toch wel gevonden hebben. Ja, je wordt wel bewust ver van eigenlijk hoeveel troep op de strand toch ligt. En dat we meer moeten doen met z'n allen. Kom weer tassen! Ja, ja, ja. Je zou hier maar induiken.